Hey, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb me net opgemaakt. Even iets, een andere look dan een out of bed look. Wat ik heel vaak heb in de vlogs. En Mason heb ik vanmorgen naar school gebracht. En nu wil ik nog even het laatste uurtje met Novi, denk ik, heel even naar het centrum. Om schoenen te ruilen en eventjes een rondje te wandelen. En dan is het alweer tijd om Mason op te halen, want vandaag heeft hij een halve dag school. Dan is het altijd maar korte tijd dat ik met Novi alleen ben, maar daar geniet ik wel altijd heel even van. Ik heb vanmorgen mijn nek verrekt, niet normaal. Ik word echt met de dag ouder. Logisch, maar ik voel het ook echt. Ik moet eigenlijk nu wel gaan, anders houden we geen tijd meer over om naar de stad te gaan. Kijk, als ik zo kijk, een drievoudige dubbel kin, kan toch niet? Jouw haartjes doen? En ga je dan mee met mama? Gaan we dan even naar de stad? Ja? Gaan we even jouw schoentjes ruilen? Ja. Oké. Okay. Kijk mensen, ik heb ook een nieuwe jas. Daar ben ik zo blij mee. Ik ben zo verliefd op zo'n jas. Ik vind hem zo mooi van kleur en hij zit zo lekker. En hij valt helemaal over de knie. I love it. En dan zo met een sjaal erbij. Helemaal op en top. Outfit check. Nike's. Broekie, harenbroekie. Sweater. Met Tress Jolie. Wat prachtig, hè? Heel mooi ben jij. Ja, let's go. Nou, we zijn in de stad, hoor. Eventjes nieuwe schoentjes proberen. Ik heb nu deze aangedaan, want degene die zij had, die kan ik dus niet meer vinden. Die staat hier gewoon totaal niet bij. Ze zit even te kijken naar een andere schoen. En deze vind ik ook wel schattig. Lijkt een beetje op deze die ze al aan heeft. Maar die worden ook een beetje te klein op het moment. Dus deze is een potentiële winnaar. Jongens, we zijn klaar bij de Van Haren. En ik heb toch voor een andere schoen gekozen. Jammer genoeg hadden ze niet die ene Puma's die ze cadeau had gehad. Dus ik moest voor een andere gaan. Die ik jullie liet zien was al heel erg leuk. Maar deze vind ik zo schattig en zo stoer. Te lief. Dus nieuwe patas. En nu zitten we even bij de bakker. Heeft zij een kaasstengel? Ik een lekkere suikerbom, een ijskoffie. En dan gaan we dadelijk Mason ophalen. Oeh, zoet. Die is zoet. Zo zal ik zeker mijn dubbele kin houden. Maar wel echt lekker. Zo 's ochtends door de stad. Samen genieten. Hier heb je de meid. Zie je jouzelf? Zie je jezelf? Bijna. Doe met zwaaien. Je bent weer van school. Was het leuk? Was het leuk? Ja. Oké, fijn. Nou, lekker kaasstengel eten en op naar huis, hè, want het regent. Inmiddels zijn we weer thuis en heb ik Mason opgehaald. Ik ben dus geslaagd voor schoentjes voor Novi om te ruilen. Ik vind ze echt super schattig. Betekent wel dat deze kleine Nike's, die echt te klein begonnen te worden, weggaan. En dat is nu met een tweede kindje, zeg maar. Dat ik dan een tweede keer iets gebruik, maar dan ook echt de allerlaatste keer is. En nu zijn het schoenen, maar ja, het zijn toch wel herinneringen die dan in mijn hoofd afspelen van oké. Er sluit weer een stuk af. En nu gaat het om schoenen, maar ik bedoel ook gewoon met heel veel andere dingen. Alles is nu de laatste keer, omdat dit echt wel ons laatste kindje is. Oké. Er sluit weer een stuk af. En nu gaat het om schoenen, maar ik bedoel ook gewoon met heel veel andere dingen. Alles is nu de laatste keer, omdat dit echt wel ons laatste kindje is. Ik zou op zich echt nog wel één keer zwanger willen zijn. Gewoon de feeling. Maar echt nog één kindje erbij. Of bevallen überhaupt. Ik zou het allemaal nog wel een keer mee willen maken. Omdat het gewoon zo bijzonder was. Zwanger zijn, bevallen. Maar ja, nog een kindje erbij. Dat is echt voor ons persoonlijk
te veel. Dat is gewoon niet waar wij nog gelukkig van zouden worden. En ik vind wel dat je een kindje dan moet bieden wat je zou willen bieden, kunnen bieden. En ja, met een derde kindje, dat is voor ons gewoon net te veel. Ik ben hartstikke gezegend, geprezen en heel erg dankbaar met twee kindjes die ik heb mogen krijgen en alles wat ik daarvan mee heb mogen maken. Dus ik ben compleet. Bij Mason had ik op dit termijn, zeg maar, na de zwangerschap bevalling, op dit termijn, dat Novi nu bijna twee is, echt wel de feeling van oké, ik wil heel graag, of ik wens heel graag nog een kindje. Maar nu, nee, het voelt echt, echt compleet. Bij mij geen kindjes meer. Wel bij mijn twee beste vriendinnen. En I can't wait dat ik gewoon van andermans baby's mag gaan genieten. Zo'n klein hummeltje die misschien wel deze maand, misschien volgende maand, geboren gaat worden. Oh, ik ben zo excited. Ik wil ze zo graag zien als moeder. En nu ga ik eventjes met een Zwiffer door de woning. En dan straks even de stofzuiger. Want die ben ik vergeten van boven naar beneden te halen. Maar weet je wat lekker is? De lekkerste muziek komt toch echt wel uit de 90's. Vinden jullie niet? Weet je hoe goede muziek dit is? Gaan we zingen, hè? Gekheid op een stokkie. Ik ging echt even stuk op zijn gezicht. Hij wilde helemaal niet dat ik zong of dat er überhaupt muziek op stond. Maar goed, ik heb er even van genoten. Ik vind dat soort muziek echt zo heerlijk tijdens het poetsen en het huishouden en dat soort dingen. Ik wil wel heel even stilstaan bij de afgelopen twee terrorweken, want daar heb ik het hier nog niet over gehad. De vorige vlog is eigenlijk van twee weken geleden. In die vlog begon het al dat Mason oorpijn had. En dat heeft echt twee weken lang geduurd. Met een paar dagen ineens niks. En daarna ineens weer intense oorpijn. Hij was er zo ziek van, hoge koorts, zoveel pijn. De hele dag door, de hele nacht door. Echt, het was ellendig. Dus nu kom ik heel vrolijk over, maar ik heb het echt wel pittig ondervonden de afgelopen twee weken. Ik vond het vreselijk. Het is zo shit als je kind iets mankeert. En het is echt zo bij ons. Mason is ons zorgenkindje natuurlijk. Waardoor hij het beginjaren echt heel veel antibiotica heeft moeten krijgen. Waardoor zijn weerstand echt ruk is. Nu moet ik zeggen, het gaat steeds beter. Maar als hij ziek is of hij mankeert iets, dan duurt dat zo lang. Totdat zijn lichaam het uit heeft gewerkt, zeg maar. En dat is echt een bijkomstigheid van een zorgenkindje. Want je denkt, oké, het gaat goed op basis van zijn nieren en urineweginfecties. Afkloppen. Maar daarnaast blijven we altijd wel dingen merken van, oké, dat komt echt door die weerstand of af en toe die angsten die hij af en toe nog laat zien. Want hij is ook in zijn vierjarige leven ook heel vaak bang geweest in het ziekenhuis. En ja, je merkt dan toch wel iets aan hem. Maar we hebben het overleefd. Ik heb mijn slaap afgelopen nacht weer ingehaald. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Dat wilde ik nog heel eventjes delen. Want de realiteit was wel zo dat het echt twee terrorweken waren. En tips voor oorpijn. Als je die hebt, geef het me. We hebben wel een doorverwijzing gekregen naar de KNO-arts. Omdat hij de laatste half jaar wel vaker oorpijn heeft gehad. En nu heel intens en niks werkte. Dus het is nooit verkeerd om het eventjes van dieper te bekijken. Ja, dan horen we het wel verder. Maar nu ben ik heel blij dat het voorbij is. Zo, goedemorgen. We zijn echt al een aantal dagen verder.
Het laatste wat ik gevlogd heb was ook volgens mij mijn vrije dag. Ik heb een lekker make-upje opgedaan. Ik heb mijn haren gedaan. Ik moet ze eigenlijk wassen. Ik zal ze vanavond wassen, dus vandaag is het knotdag. Wat gaan we dadelijk doen? Kom eens hierheen, meid. Kom eens. Kom eens even. Ik heb een peuter die geen geduld heeft. We gaan namelijk dadelijk eventjes naar het centrum, denk ik. Eventjes naar wat winkeltjes. En dan is het ook alweer tijd om Mason op te halen. Dus we hebben maar kort de tijd om eventjes met z'n drieën naar het centrum te gaan. Misschien dat Mason uiteindelijk ook weer meegaat. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe de dag gaat lopen. We zullen zien. Maar we gaan wel heel even de deur uit. En kom eens hier, meid. Maar eerst denk ik dat ik nog eventjes iets ga drinken pakken. En ik heb Big Brother op staan. Want daar gaat er vandaag weer iemand uit. Altijd leuk om te zien, toch? En daarna kunnen we gaan. Als papa thuis is, hè. Daar gaan we. Ja. Kijk. Nieuwe schoenen. Mooi, hoor. En een lekker koekje eten, hè, als afleiding. Dan daarbij wil ik wel heel even zeggen dat niet schoenen, kleding hoeft niet altijd merk te zijn. Ik ben dol op sneakers, net zoals die kleine sneakers die zij nu aan heeft van Nike. Maar ik ben ook net zo goed van de vintage en tweedehands en goedkoop. Dus ik vind het heel leuk om te laten zien. Maar ik ben ook van mening dat het eigenlijk onzin is voor de kleintjes. Maar ik ben wel zo van, ik ben gek op sneakers. Dan koop ik... deze heeft ze nu gekregen, maar ik bedoel... Ik wil gewoon zeggen, het doet er niet toe of dat je nu merk hebt, geen merk hebt. Dat is echt niet het belangrijkste. Maar ik ben wel gewoon eventjes dol op deze sneakers. Ik ben zelf ook helemaal gek op sneakers. Ik heb zelf ook altijd Nikes of Vans aan. Schoenen vind ik gewoon echt... Dat is gewoon altijd een van mijn favoriete... dingen geweest. Dus ik wil gewoon even duidelijk maken. Ik ben niet per se van de merk. Jullie kennen mij. Ik ben ook van de tweedehands. Goedkoop en vintage. Het doet er allemaal echt niet toe. Dus ik wil niet dat jullie dit zien als goedkoop is slecht of zo. Of dit of dat. Weet je? Ik weet niet. Lekker visie eten. Ondertussen zijn we op de markt. En hebben we lekker visje. Ze hebben lekker aan het eten. Echt in zo'n fase dat ze niet in de wagen wil. Maar ze wil lopen, maar ze wil ook weer weglopen. En oi oi oi. Het is sausje. Eten? Proeven? Hallo. Vriendje is ook weer thuis. En wij zijn maar heel even kort... door het centrum heen gelopen, want ik werd op een gegeven moment echt gewoon niet lekker. Ik ben natuurlijk verkouden, ik kreeg gewoon geen lucht meer. We zijn maar heel even kort geweest en we hebben wel lekker een visje gegeten in de zon. Was wel heel even lekker een momentje. Daarna gewoon Mason opgehaald en terug naar huis gegaan. Ik heb een lekkere douche genomen. Ik heb even mijn haren gewassen. En ik voelde me gewoon echt niet fit en nu nog niet. Ik heb wel even rust genomen. Gaat wel iets beter en nu... ga ik met Mason in de tuin spelen. Maar zoals jullie weten vind ik onze tuin nog steeds vreselijk. En het is wel beter geworden hoor, daar niet van. Maar het is gewoon heel moeilijk als je in een huurhuis woont. Waarvan je weet dat je hier niet heel je leven lang gaat wonen. Dat je niet te veel wil investeren qua geld in de tuin. En het is niet een ramp of zo hoor. Maar het is gewoon, het is zoveel onkruid en... Ja, hier, dit stuk, hebben we een trampoline staan en dit is alleen maar grind. Ja, wat moeten we ermee? Ja, ik wil er misschien iets bovenop leggen of zo, dat je gewoon nepgras of zo, of van die houten dingen, dat je gewoon een platform hebt voor de kids of zo. Maar verder, ja, ik ga het niet helemaal lopen betegelen en doen, want het kost hartstikke veel geld. En we willen uiteindelijk terug naar waar we vandaan kwamen. Dus ja... Ik ga gewoon even buiten met hem spelen. Ook al heb ik eigenlijk geen energie. Ik voel me gewoon echt schuldig als ik niet fit ben. Dan wil ik toch gewoon voor de kids er zijn. Dus let's go for it! Het is ook wel weer leuk om ze te zien genieten. Novi ligt trouwens te slapen nog.
Dus die komt zo meteen meespelen, maar nu ga ik met Mason even spelen. Zo, ik heb heel eventjes buiten gespeeld met Mason. Gestoepkrijt, hoe je dat noemt. En nu zijn de boodschappen binnen. En ben ik die aan het opruimen. En ik ben zo blij dat het gewoon zo lekker weer is. Dat je gewoon de deuren open kan zetten, de kindjes buiten kunnen spelen. En ik dan ondertussen gewoon de boodschappen rustig kan opruimen. Dat is echt heel lang geleden en ik heb hier een chloorplek. Ziet er een beetje vies uit, maar dit is gewoon een schoon shirt met een chloorplek. Die er natuurlijk nooit meer uit kan, want het is gebleekt forever. En Nick, die is nu aan het sporten. Hij is heel veel afgevallen de afgelopen jaar. Als hij er een keer over wil vertellen, dan deelt hij het zelf maar. En nu is hij dus aan het sporten, dus wel de tweede keer. Maar ik zie echt dat het hem goed doet, ook qua mind. En daar word ik toch een soort van trots op. Net kreeg ik een filmpje doorgestuurd en dan denk ik, ja, lekker bezig man. Die is lekker aan het sporten, kindjes zijn buiten aan het spelen en ik ben de boodschap aan het opruimen. En ik voel me al ietsjes beter, maar echt vanmiddag, ik voelde hem hangen. Ik weet niet hoor, ik kreeg gewoon geen adem meer door mijn neus. Ik was benauwd, warm, koud, echt zo'n grieperig gevoel. Ik denk, oh my god. Maar ja, nu gaat het wel weer eventjes. Zo. Ondertussen ben ik aan het koken. Mijn kookkunsten zijn niet zo spectaculair. Vandaag eten we van die aardappelkrieltjes vanuit de airfry. Lekker lekker. Met boontjes is aan het koken een filetlapje en pepersaus. Zin in, dus dat ben ik aan het maken. Nick die kan ieder moment thuiskomen. Dus die zal ook wel honger hebben van de workout. En wat ik wil zeggen, ik vind het zo genieten inderdaad. Wat ik net al zei, van hun lekker buiten. Ik hier lekker binnen mijn ding doen. En soms natuurlijk ook met hun samenspelen. Maar je kan echt bergen verzetten als hun lekker buiten kunnen spelen. En dan kun je binnen gewoon je ding doen. En dat ben ik zo lang niet gewend geweest in de wintermaanden, want dan hangen ze aan mij, dan zijn ze snel uitgekeken op hun speelgoed. Dus ja, ik hou van dit. Laat de lente en zomer echt maar goed doorzetten, want ik geniet ervan. Ik geniet er ook van om hun samen te zien spelen. Het is zo leuk en het wordt echt alleen maar leuker. Ze is natuurlijk groter, Novi. Wat ben je aan het doen? Wat doe je? Ze is natuurlijk wat groter, dus ze kan goed nu samen met Mason spelen. En dat is zo ontzettend leuk om te zien. Volgens mij ben ik gestopt waar ik nu weer ben. En dat is buiten. We zijn echt al 3 dagen volop lekker buiten aan het spelen. Buiten aan het chillen. Waaronder ook vandaag. En je hoort het nog steeds aan mij. Ik ben nog steeds een beetje verkouden en niet helemaal fit. Ik ben nog heel veel dingen aan het bijwerken. Zoals de was, de droger... huishoudelijke dingetjes. Dus het is heel huiselijk de afgelopen dagen. Waardoor ik eigenlijk niet heel veel gefilmd heb. Omdat dat naar mijn idee een beetje saai was op dat moment. En ik moest gewoon even door. Maar nu zit ik met mijn koffie die inmiddels koud is buiten. En zijn de kindjes ook buiten aan het spelen. Volgens mij is dit de laatste dag dat het redelijk lekker weer is. En gaat het de rest van de week weer heerlijk regenen. Welkom in Nederland. Love it. Waarom vind ik ijskoffie altijd lekker, maar warme koffie die koud is geworden niet? En volgens mij vermaken de kinderen zich op hun best. Mason niet springen als Novi eronder zit. Ik zit er wel voornamelijk heel veel bij, omdat ze elkaar anders afmaken. Nee, ze spelen hartstikke lief samen met elkaar. Maar af en toe hebben ze ook een uitspatting en hebben ze ruzie met elkaar. En letten één niet op de ander en andersom. Maar ja, wat ik al eerder zei, ik vind het zo heerlijk deze leeftijd. Ook Novi die maakt zulke grote stappen. Ze is deze middag een heel klein kort slaapje in de middag naar bed gegaan. Kort middagslaapje gedaan. En ook dat merk ik dat het, ja, de ene keer is helemaal niet toe meer aan een middagslaapje en de andere keer juist weer wel. Dus dat is echt per dag verschillend.
Maar ze maakt zulke grote stappen. Ze zegt alles na wat wij zeggen, wat Mason zegt. Ze begrijpt heel veel. En dat is zo ontzettend leuk. En Mason is echt haar favoriete persoon. Dat kan ik echt zeggen. Het is van begin tot eind op de dag Mason, Mason, Mason. Als ik haar uit bed haal, Mason. Dat is het meeste wat ze zegt. En ze huppelt de hele dag achter hem aan. Het is zo leuk om dat te zien. En ja, ik ben echt aan het genieten. Ik merk ook echt dat nu Novi over een maand 2 jaar wordt en Mason 5. Dat beide leeftijden zijn waarop het weer een stukje makkelijker wordt. Ze spelen samen met elkaar. Ze hebben me niet zo heel veel nodig. Het geeft ook weer ruimte voor mezelf. En dit waren echt inderdaad de tropenjaren. Dat zeggen ze vaak toch, van 0 tot 4 of zo. Dat je echt gewoon in het teken van de kids bent, aan het opvoeden bent, in de luiers zit, et cetera. En nu merk ik gewoon langzamer dat er ook weer wat tijd komt voor mezelf en weer ruimte in mijn hoofd komt. Maar jongens, het wordt een beetje bewolkt. Dus ik denk dat het dadelijk gaat regenen of een beetje kouder wordt. Hey, zie je dat, Mason? Een beetje donkere wolken. Het wordt een beetje donker. Zie je niet? Nee. Ik zie het wel hoor. Kom eens hier, jij. Kom eens hier, jij. Kijk eens hier, wat voor meisie meisie. Kijk eens daar. Ik vind het toch zo leuk, die knot. Ze heeft de gele neus van een stift. Oh, het wordt echt een meisie, joh. En ze gedraagt zich ook echt als een meisie af en toe. Echt een prinses.